In deze COVID-pandemie moet het belang van yoga onderkend worden in de preventieve sfeer. Woorden van Deo Charman, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée van morgen, tijdens de 7e Internationale Yogadag, georganiseerd door de Indiase ambassade van Suriname. Het thema van de International Day of Yoga 2021 is Yoga voor Welzijn. De Indiase premier Narendra Modi moedigt de wereld aan om yoga te beoefenen. Nu de hele wereld vecht tegen de COVID-19-pandemie, is yoga een sprankje hoop geworden, zei Modi in zijn virtuele boodschap. De coronapandemie brengt wereldwijd ernstige gezondheids-, sociale, economische, fiscale en humanitaire uitdagingen met zich mee, die qua omvang en schaal ongekend zijn, merkte de Indiase ambassadeur van Suriname, Mahindra Singh Kanyal, op. In these challenging circumstances, the ancient Indian heritage has become especially important. Yoga is a holistic system in which the mind and body act together in unison. It goes without beyond borders, religions and regions, and it benefits each and everyone who practices it, regardless of one's age. Sherman zegt verder dat yoga niet de oplossing is, maar het zal in ieder geval meehelpen om onszelf gezond te houden. Het kan ook helpen om het lichaam een boost te geven. Sherman, die ook arts is, benadrukte dat de pranayama of ademhalingsoefeningen energiedimensies zijn die zorg dragen voor een balans op verschillende niveaus in het lichaam, zoals het bloedvatenstelsel. Het is erg belangrijk om bij het beoefenen van yoga het aspect van pranayama goed onder ogen te nemen. Het is erg belangrijk om op die manier jouw hele lichaam een boost te geven. Beoefenaren van yoga weten dat door het beoefenen wij ons lichaam en geest in evenwicht brengen. Dat is erg belangrijk. Want als we kijken naar wat Patanjali ook heeft geschreven in zijn sutra, in zijn boek Patanjali's compendium, dan zegt hij ook, yoga chitta vritti nirodha. Dat wil zeggen, als je de mind van alle modificaties weerhoudt en je die eenheid kunt vormen, dat je dan ook als eenheid kunt functioneren. En het is erg belangrijk voor ons als mens om dat te kunnen doen, om in evenwicht te blijven, omdat het leven bestaat uit beslissingen nemen. En dat kan je best doen als je fysiek, mentaal in evenwicht bent. Deo Charman, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. De Indiase ambassade probeert sinds 2015 yoga op de Surinaamse scholen te krijgen, echter zonder succes. In 2018 deed het Indiase staatshoofd, Ramnath Kovind, samen met toenmalige president Desi Bouterse het yogaprotocol in de KKF-hal. De Verenigde Naties heeft 21 juni uitgeroepen tot de Internationale Yogadag. Dit is de dag van de zonnewende, de langste dag in het jaar waarbij het zonlicht langer over de aarde valt. De beoefening van yoga zorgt voor rust, harmonie en balans voor geest en lichaam.